Oké, we zijn hier bij Amsterdam Zuidoost en bakken met Tesla's zijn aangekomen. En we zitten natuurlijk te wachten op Elon Musk. Kijk eens even, wat een geweldige rij mensen die de eerste elektrische rally gaan organiseren van meer dan 500 kilometer. Nee, wie mogen meedoen? Auto's met een bereik van meer dan 250 kilometer. Meer dan 250 kilometer, heel... Nee, 250. Welke auto kan dan meedoen? De Tesla Model S en de Tesla Roadster en misschien een vrachtwagen die... Een prototype dat net 270 kilometer kan rijden. Okay, wat doe je in het normale leven? Advocaat. Advocaat. En je dacht, een rally, dat ga ik eens een keer organiseren. Ja, waarom niet? Okay. En dan samen met? Philip Hartog onder andere. Ja. Wat is de arbeidsdeling tussen je met de rally? Wie doet, wie doet wat? De sponsorwerving moet nog rondgemaakt worden. Dus daar, dat is jouw taak? Nee, daar hebben we andere mensen voor. Het goede doel, Just Dig It, daar ben ik voor bezig. En wat is dat goede doel? Die proberen klimaatverandering in landen waar ze weinig water en weinig voedsel hebben te werk te stellen. En, we moeten allemaal, hoeveel moeten we betalen om mee te doen? 150 euro, maar er mag veel meer betaald worden. Dus het gaat allemaal direct naar het goede doel. Het gaat allemaal naar het goede doel. Oké, wanneer is het? 17 mei. 17 mei. Hoeveel inschrijvingen zijn er tot nu toe? Uit mijn hoofd 52. 52, oké. En wie heeft er een vrachtwagen die zover komt? Ja, iemand via Twitter die zich meldde en hij was nog aan het testen, maar theoretisch zou hij 270 kilometer moeten halen. En dan mag hij meedoen. En wat organiseer jij bij de rally? Ik ben een beetje van de online website en dat soort zaken. Ik ben nu ook aan het streamen, maar dat is het forum kijkt mee. Hartstikke mooi. Wat doe jij voor de rally? Nou, ik ben voornamelijk met Tesla in gesprek over een aantal voorzieningen die we heel graag willen hebben. Wat willen we hebben dan? Nou, natuurlijk willen we hebben dat op een bepaald moment dat iemand een lekke band heeft, dat we niet zelf gaan repareren, maar dat zij komen helpen. Kun je beter de AWB pakken. Ja, nou oké. Maar het is toch mooi als Tesla daar... Ja, het is leuk als ze het leuk vinden, ja. Ja, absoluut. En ondertussen zijn we ook bezig met kijken waar we het diner houden op het eind van de dag. We hebben natuurlijk een droomlocatie in Tilburg in gedachten. Maar dat is nog niet definitief rond. Maar dat soort zaken zijn we nog over in gesprek. Dus het zou mooi zijn als dat op zijn plek valt. Ja, mooi. Hey, hoeveel mensen moeten er uiteindelijk mee gaan doen? Maximaal 100, Equipe. 100 auto's. Dus, komt zo weinig. Nou ja, de logistieke uitdaging, hè? Dat 100 auto's die moeten vertrekken ergens, die ook ergens moeten gaan lunchen. Nou ja, die hebben hier dus al gewoon lekker makkelijk bij elkaar. Even rondschreeuwen, even vertellen en de rally is vol. Wanneer was het nou? 17 mei. 17 mei, www.eu, nee, wat was het? e-rally.eu. Nog een keer? e-rally.eu. Oké, het team achter e-rally.nl.